Hallo, mijn naam is Rosita Belkadi en zoals je weet is dit lekker lang en veel podcasten. En op YouTube reageerde Marie-Madeleine op een podcast van mij, waarin ze begreep dat ik ook vragen wilde stellen aan mensen om mee te doen met mijn podcast. Ook omdat ik op een gegeven moment gewoon out of, nou laat ik maar zeggen, dat ik geen objecten of subjecten meer weet. En ik wilde je een vraag stellen, dus Marie-Madeleine, wil jij je voorstellen? Ja, nou zeker. Ik ben Marie Madeleine en ik kwam je tegen en ik heb al een aantal keren ook filmpjes van YouTube eigenlijk bekeken. En heel enthousiast geraakt over het initiatief wat je had genomen. En ook heel nieuwsgierig naar de vraag. Dus ja, bij deze me aangemeld om het gesprek aan te gaan. En die vraag heb ik mogen ontvangen. En ja, ik ben benieuwd wat er straks allemaal gaat komen. Ja, leuk. Ja, de vraag die ik heel graag aan mensen wil stellen is natuurlijk ook een verlengde van mijn werk. Ik werk als medium en ik ben overtuigd van een leven na de dood. Maar in de afgelopen jaren dat ik ermee bezig ben, zie ik ook dat mensen echt ook echt wel andere meningen hebben. Nou, dat vind ik gewoon leuk om te kijken hoe mensen daarop reageren. Dus mijn vraag aan jou is: geloof jij in een leven na de dood? Nou, daar geloof ik zeker in. En als je mij dit, nou pak een beetje 20 jaar geleden had gevraagd, dan had ik misschien nog wat twijfelachtig gereageerd. Ik had het ook niet helemaal uitgesloten, maar ja, in de laatste, nou laat ik zeggen, 15 jaar is het steeds meer naar voren gekomen bij mij. En de laatste 5 jaar echt heel duidelijk dat ik het niet meer kan ontkennen dat er leven na de dood is. En grappig genoeg begon ik bij mezelf ook te denken, ja, wat is leven nou eigenlijk? Plastisch gezien is dat je hart dat klopt en je hersenen werken en je kan meedoen in de maatschappij. Maar naar wat ik voel bij degenen die al zijn overgegaan en als we daar verhalen over horen of contact mee kunnen maken, merk je dat zij degene zijn die leven. En waarom zeg ik dat? Omdat wij als mens te maken hebben met het lichaam en wat de fysieke ongemak geeft. Maar ook met elkaar, met de mentale overtuigingen die we hebben, die ervoor zorgen dat we in de weerstand gaan en dat we niet echt het leven kunnen ervaren zoals het eigenlijk zou mogen zijn, zo open en vrij. En ja, dat is eigenlijk waarom ik nu zeg, ja, wat is leven eigenlijk? Klinkt een beetje, misschien een beetje raar, maar wat Nou is ja, in leven? mijn En oren niet. Misschien iemand die luistert vindt het nee, heel vreemd, maar oh, ja, ik vind hem nog. raar Mij verhaal. heb je nog. Oké, goed. Maar ja, ik geloof, om kort te zijn, ik geloof in leven na de dood. En dan met de dood bedoel ik, hè, je hart niet meer klopt en je bent niet meer levensvatbaar voor op de fysieke aarde rond te lopen. Maar daarna vallen dus de ongemakken die je hebt, of de weerstand die je tegen bepaalde dingen hebt, die vallen weg. En kan je puur vanuit je ziel gaan leven. En dat vind ik echt heel mooi. En dat maakt het voor mij ook heel mooi om. Ik heb zelf ook inmiddels de rijkdom mogen ervaren om contact te kunnen maken met overleden dierbaren en ook bij anderen. En de inzichten die dat met zich meebrengen, maken dat je leven nu, als ik vanuit mijn persoonlijke ervaring spreek, rijker worden. En je ziet de wereld ook breder en dus ook minder beperkt. En je leeft ook meer en je geniet ook, althans ik hoop dat ik dat doe, meer geniet van het leven, ook van die hele kleine dingen die er zijn. Ja. Waardoor je ook echt het gevoel hebt van ja, ik mag er zijn en ik mag elke dag weer dankbaar zijn dat ik wakker ben, dat ik opsta en dat ik weer mijn bijdrage mag leveren. Want zo sta ik in het leven in ieder geval, dat ik Mooi. een En bijdrage mag leveren. heb jij het Ja. idee dat dit, want jij hebt heel erg over het spiritualiseren van je leven eigenlijk. Ja. Heb jij het idee dus dat het contact sec met het met con contact met overledenen daarbij toe heeft gedragen dat je meer inzicht hebt gekregen in hoe vergankelijk het eigenlijk is? Zeg je dat eigenlijk? Dus door te weten dat het ooit stopt, dat Ja, fysieke stuk, ben je vind ik daardoor wel. meer gaan Ja. genieten? Ja. Ja, mooi. Ja, dat wel. En ook eigenlijk dat ik, ja, dat we zo beperkt kunnen denken hier. Klinkt een beetje raar, maar Nee, ja, ik dat denk we dat ons ik heel laten goed begrijp wat je tegenhouden, bedoelt. bijvoorbeeld, ja, om echt iemand lief te hebben en om met compassie naar elkaar te kijken. En
En vaak, hè, stel op aarde, hebben mensen een vete tussen elkaar. En die kunnen elkaar niet luchten of zien, maar het zijn wel familie van elkaar. En heel veel ongenoegen en ellende eigenlijk. Maar dan een van de twee, of wellicht ook beide, die komen te overlijden. En op de momenten dat er dan sprake is van contact, merk je dat er eigenlijk inzichten komen van ja, waarom die onvrede was. En als er op het moment dat ze nog leefden, als dat inzicht er al eerder was, hadden ze veel langer in een veel prettige situatie kunnen leven. En meer van het leven dus ook kunnen gaan genieten. Maar denk nu dat jij dit zegt, hè, gaat gelijk een vraag bij mij omhoog. Want, maar denk je dat mogelijk is? Denk jij in dit fysieke lijf, in deze zwaarte, misschien moet ik zeggen in de schaduw die we zijn, denk je dat het mogelijk is om dat inzicht te hebben? Want ik heb vanuit mijn werk ook inderdaad die herinneringen die zeg maar sluiten, waarin ze zeggen sorry dat ik zo'n rotzak ben geweest of zo, om maar even zo te zeggen. Of wat stom wat we dat hebben zo gezien. Heb je daar misschien die inzichten in de spirituele wereld voor nodig? En kunnen wij met dit lichaam, met deze beperking, zo noem ik het altijd maar, kunnen we dat wel echt zien zo, ten volle? Zo open en zo oordeelloos. Nou, ik ben wel van mening dat iedereen zijn eigen pad bewandelt. En voor sommigen is het de bedoeling dat ze dat daadwerkelijk doormaken en dat ze misschien niet tot die inzichten komen. Ofthans, ja, hoe moet ik dat zeggen? We zijn allemaal aan het leren. Iedereen heeft bepaalde lessen te leren in het leven. En die blijven terugkomen totdat je ze hebt geleerd. Maar ik denk wel dat als je contact kan maken met overledenen, of in ieder geval er weet van hebt dat het kan en wat er mogelijk is. Nou, misschien praat ik nou heel erg onduidelijk hoor. Maar, nee, ik begrijp je heel goed. Oké. Dat je dus op een andere manier naar dingen leert te kijken. Dus vanuit een echt letterlijk een ander perspectief. En ander perspectief. Ja, maar ik bedoel te zeggen, dus als je... Oh, sorry. Volgens mij was de verbinding. Nee, geef niet. Maar ik bedoel te zeggen dat... dus stel je voor, je bent dood, hè? Maar even zo dat woord te noemen. Je komt contact maken via medium, want dat is wel vaak wat nodig is. En je hebt dat overzicht. En jij zegt net, zouden die inzichten, als we dat hier hebben, zou het niet veel logischer zijn om dan die connectie goed te maken of in te zien dat we geen ruzie hoeven te maken? Maar ik vraag me dus af, en dat vroeg ik me net af toen je aan het praten was, kunnen we dat überhaupt met dit leven wel? Kunnen we de volledigheid en de compleetheid en het overzicht, wat als ik iets zeg, heeft dat ook effect op een ander, zeg maar, hè? Dat hele, we zijn met z'n allen verbonden, kunnen we dat zonder, of misschien wel met die wetenschap, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Vanuit de spirituele wereld zijn we zo compleet en overzien we zo het echte geheel. Ik denk, heel eerlijk gezegd, dat wij, ook al denken we hier dat we het misschien weten, dat we geen idee hebben. Dat we echt niet, dat we beperkt zijn, echt met alles wat we zijn. Dus volgens mij kunnen we hier op deze aarde, zeg maar even, in dit leven, niet leven zonder dat, ja, naar geestige misschien wel, of andere pijn maar, doen helaas. Ja. Ik denk wel dat die kanten, laat ik zeggen, dan die negatieve kanten of die schaduwkanten, juist de uitnodiging zijn. Precies, je hebt het ook wat moeilijk. Ja, nou, het is maar net hoe geef het beestje een naampje. Ja. Maar laat ik zeggen, de dingen die je niet van jezelf leuk vindt, of die je niet wil, of waar je moeite mee hebt, dat het eigenlijk uitnodigingen zijn om beter naar jezelf te kijken. En dat zijn ook die lessen die we te leren hebben. Dus bijvoorbeeld een kind wat pest. Nou ja, laat ik zeggen een volwassene die dan pest. Kinderen, dat is dan net even een stapje te ver. Maar die vervelend gedrag vertoont naar een ander. Dat komt vanuit een negatief. Dat is negatief gedrag. Maar dat heeft ook weer ergens mee te maken. En dat kan je zien als een uitnodiging. Als je aan jezelf wil werken. Als een uitnodiging om te kijken. Nou, waar komt dat eigenlijk vandaan? En vaak ligt er iets aan ten grondslag. Waardoor als je dat weet, dat je jezelf weer kan gaan helpen en daarmee ook weer je omgeving. Okay, nu ben ik advocaat van de duivel. Ik hou altijd van advocaat van de duivel zijn, dan heel weet je goed, het vast. Ja, dus altijd scherp blijven. Ja, echt hè. Stel je nou eens voor dat de schaduwbrenger in dit geval, dus de volwassen pester, je een dienst bewijst door te pesten, omdat dat bij jou dan ook iets uitnodigt om daarnaar te kijken in jezelf. Ja. Dus kunnen we zonder schaduwkanten op deze aarde? Zou dat kunnen? Nee. Zou het de bedoeling zijn? Ik denk het dus niet. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat juist de aarde is. Dat zijn de lessen die we te leren hebben. En hè, voor degene die dus pest,
als die zich wil ontwikkelen, dan kan die gaan kijken, ja, waarom pest ik eigenlijk? Maar voor degene die gepest wordt, is dat bijvoorbeeld een uitnodiging om te gaan zeggen, ik moet voor mezelf gaan staan. Ik moet assertiever worden. Althans, ik wil assertiever worden, want ik wil niet meer dat dit mij wordt aangedaan. Dus dat is weer dienstles. Dus zo hebben we allemaal, zal maar zeggen, dader, slachtoffer, een rol te vervullen op aarde. En dat, ja, ik wil niet praten over goed of slecht. Kijk, normaal gesproken zijn de daders slecht. Ja. Maar als je het voor jezelf ook bekijkt, van ja, ook met de gedachtegang van ja, alles gebeurt met een reden. Dus ook de quote-unquote negatieve dingen, dat verzacht het feit dat het is gebeurd of dat je er middenin zit. En dat maakt het niet makkelijker, maar voor mijn gevoel geeft het een soort van verzachting. En wel bijvoorbeeld terug te komen op dat pesten. Stel je bent degene die gepest wordt. Het is nog steeds pijnlijk. Het is heel vervelend. Dat kan op allerlei manieren binnenkomen. Maar dat is vaak of fysiek of verbaal. Veel meer hebben we eigenlijk niet te maken met pesten. Alhoewel dat nog steeds heel vervelend blijft. Als jij erin kan gaan staan en gaan kijken. Die ander doet dat niet om mij persoonlijk echt een pijn te doen, maar dat komt vanuit dienstpijn, dan creëer je al een soort van filter ertussen, waardoor het bij jou veel minder binnenkomt. En net als dat je naar een film zit te kijken als een toeschouwer in de zaal. En nogmaals, dat maakt niet vervelend dat het gebeurt, maar je hebt meer compassie eigenlijk. En dat is denk ik waar het ook over gaat, meer compassie voor de ander. En vervolgens ook een uitnodiging om met compassie naar jezelf te kijken. He, dat het niet door in de slachtofferrol te gaan zitten, maar door te gaan kijken van oké, dit is gewoon heel vervelend dat dit met mij, wat dit met mij doet. Maar het is ook weer een uitnodiging om te gaan kijken, en echt heel kritisch te gaan kijken, hoe kan ik anders in het leven gaan staan, waardoor ik minder ten prooi val aan dat soort pestgedrag. Of hoe kan ik de ander juist uitnodigen om naar zichzelf te gaan kijken, degene die dat doet. En dat vind ik dus ook een rijkdom, zal maar zeggen, die ontstaat. Omdat je van perspectief. Omdat je perspectief verbreedt. Ja, en dat is ook wat het contact met overleden dierbaren doet. Ja, dus eigenlijk kunnen we wel concluderen dat we zowel schaduwbrengers als lichtbrengers zijn. Ja, aan beide kanten. En elk individu op welke manier dan ook licht zal brengen, schaduw zal brengen. Ja. Mooi. Ja, en ik denk inderdaad ook dat als we dood zijn, we pas echt begrijpen welk licht we hebben geschenen of zo, zeg maar. Ja, en waarom en waar dingen... ook of zo, hè? Dat, ook al bedoelden we het nog zo goed. Ja, precies. Ja. Ja, want ook jouw goede intenties kunnen bij een ander weer verkeerd uitpakken. Dus onbewust zijn we toch enigszins een dader, zeker slachtoffer in dat geheel. En dat is, ja, als je praat over dualiteit... Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Dat zit in ons allemaal. Exact. Nee, eens. Eens. Ja, ik denk echt dat we allemaal lichte schaduwbrengers zijn. En om er even zo te zeggen, we zijn allemaal degene die op welke manier dan ook andere ervaring mogen geven. Jij noemt het lessen, ik noem het altijd ervaringen. Ja. Waarin je dus elkaar ervaringen geeft om ook weer naar jezelf te kijken. Net zoals wij een gesprek hebben, waardoor we allebei weer misschien wel over dingen na kunnen gaan denken. Of tenminste, zo werkt mijn hoofd altijd. En ik heb het idee dat jij niet veel anders bent. Dat we dan toch ook weer verder kunnen of zo. En, ja, toch? En het lijkt dat me, is wat we willen lijkt eigenlijk. Me heel, laten we in ieder geval afspreken. Ja, toch? En laten we in ieder geval afspreken, Marie Madeleine, dat we elkaar, ook als we elkaar in dit leven niet meer zien, in het volgende leven elkaar aanspreken over hoe we het hebben ervaren om hier te zijn. Ja, nou dat zou mooi zijn. Ja, zeker. Ja, of niet? Kan ons het schelen? We spreken het gewoon af. Doe gewoon. Dat we dan samen gaan kijken naar onze schaduwmomenten en naar onze lichtmomenten kijken. Denken, nou, dan hadden we beter even wat anders kunnen doen. Ja, precies. Ja. Nee, mee eens. Nou, dankjewel dat je met mij dit gesprek in wilde. Ik kan dus eerlijk zeggen dat ik het als heel fijn heb ervaren. En voor iedereen die luistert, dat hoop ik voor jullie ook. En anders hebben wij het in ieder geval heel erg leuk gehad. Ja, zeker. Dan kunnen we daar een conclusie uit. Ik vind het altijd leuk om te praten, dus geef mij een onderwerp. Maar vooral dit onderwerp spreekt me gewoon heel erg aan. Omdat, wat ik zeg, als je het me tientallen jaren geleden had gevraagd, dan had ik er niet zoveel mee gehad. Maar nu sta ik er zo voor open en ik vind het alleen maar mooi dat ook jij dit openstelt voor
iedereen om naar te luisteren, om kennis mee te maken op een hele laagdrempelige manier. Maar ook met de humor en de nuchterheid die jij toch daarin brengt, kan ik alleen maar waarderen. Dus ik vind het leuk dat ik daaraan bij mag dragen op deze manier. Nou, ik vond het echt heel, heel erg leuk. En ook, ik hou er dus van om met mensen te praten die ik niet ken. Gewoon omdat je dan inderdaad ook je hoofd een beetje verzet wordt. Om ook eens op een andere manier te kijken. Dus dank je wel voor je bijdrage. Maar ook zeker Nou, voor je jij bedankt. ontmoeting in dit leven. Dus wie weet, tot snel. Ja, inderdaad.